de 65-jarige Sital, woonachtig te Kommerwijnen, die heeft er onlangs een vrouw in huis genomen. Alles ging er heel goed. Deze meneer, een Nederlander, die heeft toen zijn vriendin ook zelfs naar het buitenland gebracht, met name Nederland en Zwitserland. Bij terugkeer in Suriname merkte de meneer wat veranderingen in het gedrag van zijn vriendin. En wat gebeurde er plotseling? Op een dag verschenen de broers, een neefje en ook nog de moeder van de vriendin thuis bij hem, onaangekondigd. Zij hebben zijn poort kapot gebroken, zijn het huis binnengestapt en hebben ook nog deze meneer mishandeld. Dit alles heeft ervoor gezorgd dat meneer Sital ook nog er een politiezaak van heeft gemaakt, maar geeft aan dat ook dat niet naar alle tevredenheid zou zijn behandeld. Door de politie zou hij zijn afgeschilderd als te zijn een racist. Waarop dat slaat, weet hij zelf niet. De meneer doet zijn verhaal aan TBN Prime Alert om anderen te waarschuwen wanneer zij iemand in hun leven nemen, om opgepast te zijn of de persoon voor liefde is of de persoon voor materiële zaken is. We voeren nu naar dit verslag met beelden van Raj Mahango. Meneer Gyan Prakash Sital, kunt u ons vertellen wat u precies is overkomen? Wat is er precies gebeurd met u? Nou, die mensen zijn gekomen. Nee. We gaan helemaal aan het begin beginnen. Dus u heeft een vriendin gehad. Vriendin? Ja, hoe lang was u met haar? Met ongeveer een jaar. Alles ging goed? Alles ging goed. Ik kon niet merken. Mijn zus, ze was Nederlands. Ze is ook geschrokken hoe ze deed. En ze heeft haar ook geblokkeerd. En ze is gekomen en... Hoe hebben jullie elkaar leren kennen? Door zijn Bahnoi, zwager. En nou was het... Hoe heeft u meneer Sital leren kennen? Is familie van mijn broer. Broer, ja, grote broer. Grote broer. Ja. Zijn dochter is met zijn neefje getrouwd. En heeft hij u zelf gezegd dat hij op zoek was naar iemand? Nee. Mijn klein, laat me Chotki. Mm-hmm. Ja, toen heb ik met hem gevraagd. Ja. Oh, die Chotki van u zocht naar iemand? Ja. Oké. Daar heb ik Sunita geregeld. Okay. Ja. Dus toen waren jullie een jaar met elkaar, meneer Sital. U zegt alles ging... Ik wil Holland zien, ik wil niet veel praten. Ze wou in Holland zien, ze heeft dat gezien, daar terugkwam. Ze doet een beetje raar. En nu is hij gewoon... Plannen voor de bedacht plannen was het dat ze alles ingepakt had. Toen die broer kwam, heeft hij alle papieren netjes daarop liggen ze op de kaptafel daar en alles meegenomen. In een kwartier tijd hebben ze alles meegenomen. En ze ja, hebben maar als u zo vertelt, meneer Sital, begrijp me goed. Ja. Als u zo vertelt, gaat men het niet begrijpen. En u wil dat mensen u begrijpen, toch? Ja. Dus wilt u dan alsjeblieft antwoord geven op mijn vragen? Ja? Ja, maar je vraagt wat het gebeurd is. Dat vertel ik. Ja, nee, maar als u... Plannen was het. Ja, gaat u gang. U wilt toch praten? Ja, en ze hebben mij... Ja, die dingen van tevoren wist het niet dat ze zou dat doen. En ze zijn gekomen. En ze hebben de deur opgetild en... Buiten gegooid en binnengekomen, mij geslagen, in de kamer, alle vijf mensen, alles ingepakt, mijn geld en alles, zijn ze weggegaan. Ze zijn mishandeld, alle vier hebben ze mij mishandeld, gewoon mishandeld. Die vriendin niet, maar die vrouw en die twee zoon en die een kleinzoon, ze hebben mij mishandeld. Mm-hmm. En dat mag niet in mijn huis, van welke regels mogen ze komen, alles dat familie. Maar mag niet, als ik niet wil in mijn huis komt, dan komt hij niet gewoon. Dat is het gebeurd. Mm-hmm. En was de probleem... hadden ze reden? Ik weet niet, ik wist het niet, wat ze plannen hebben gemaakt. Ik heb alleen met vriendin zijn vader heb ik over gehad,
ik weet niet over wat we gingen praten, maar toen kwam die moeder van, wil je een Nederlands of dingen praten? Want er zijn samengekomen met die moeder. En Javaanse meneer, en was een korte gesprek, heb ik met hem gesproken, met die vader. En ze hebben kennis gemaakt, weggegaan. Ik heb ook netjes kennis gemaakt. En die Javaanse meneer is weggegaan met zijn vriendin. En dan begint die moeder, ja, tot India gegaan. Die praten ook Engels en zo, maar ik ga niet in mijn huis. Dat is niet jouw huis. Is goed, dan ga ik weg. Dan ben ik weggegaan. Dat is alles gebeurd. En dan hebben ze het in die 2 dagen, dat is donderdag gebeurd, en zaterdag zijn ze gekomen. Ja? En die vriendin van mij heeft niet laten weten dat ze weggaat. Vrijdag breng ik elke dag bij de winkel daar een bus te pakken, 's morgens vroeg, 7:15. En heeft ook netjes, heb ik gebracht en heeft een kusje gegeven ook zelf, hoe ze elke dag deed, dat ik niet kan werken. En zaterdag kwamen die mensen alle zullen halen. En niet op goede manier, gewoon geslagen. Ik ben foto gaan maken, maar gelukkig dat het niet kapot is. Maar gekneusde ribben doet het heel zeer. Heel zeer. En die kleine jongen, toen hij heeft gevallen, ik ben gevallen, en kleine jongen, die 18-jarige, die schopte mij ook. Schopte, en die ropen rond gewoon. Wat? En die politie gaan partij trekken van nu, gisteren ben ik geweest bij de politie. Als die TBN-mensen komen, zeggen gewoon dat je een racist bent. Ben ik een racist? Die mensen waren zelf niet over wie ze hebben. Omdat die twee agenten, die inspecteur, die Javanen waren, dan willen ze mij inlokken dat ik wat zeg. En dan sluiten ze me. Maar dat is helemaal niet waar dat ik die mensen heb bedreigd of zo. Niks, ik wist het zelf niet. Omdat niet mijn huis is, ben ik weggegaan. Weggekomen, thuis. Dus nadat ze dat hebben gedaan, heeft u wel aangifte gedaan bij de politie? Ik heb aangifte, ik heb gebeld. Ik wou bellen, maar ze hadden mijn telefoon ook gepakt. Hè? Mm-hmm. Telefoon ook gepakt. Toen ze bijna klaar waren, ze hebben ze telefoon gegooid. En daarom doet het niet zo goed als ik belt. Dan hoor je bijna niet. En dan heb ik 115 gebeld. Daar hebben een nummer gevraagd. Daar hebben ze meer zorgnummer gegeven. Dan weer gebeld. Dan heb ik nummer van hier gehad. En zeggen ze gelijk, kom, man, ik kan niet lopen, ik heb zo pijn. Maar als je goed voelt, dan kom je. Ben ik over 2-3 uur later gegaan. Ik heb alles doorgegeven. En nou komen ze met andere verhaal, met een map gisteren. Die inspecteur, omdat hij Javaan is, moet ik eerlijk zeggen. Je bent een racist. Mag een politie dat zeggen? Ik heb niks gedaan. Hij weet niet. Hij heeft niks gehoord. Wat die tegenpartij zijn komen vertellen. En daarmee gaan ze. En zijn ze uw ex-vriendin en haar familie, zijn ze opgebracht voor verhoor? Dat hebben de politie gisteren gezegd tegen mij. Gisteren gezegd. En zeg niet meer hier komen. Als je iets vragen hebt, dan ga je naar het parket. Ik ben... Er is geen confrontatie geweest? Nee, niks. Ik ben niet zo dom, dan ga ik dat wat ze zoeken, dat ga ik doen. Dat ik iets hard zeg, dan kunnen ze mij opsluiten. Dat heb ik niet gedaan. Ik zeg, dan ga ik naar TBN verder. Verder uitzoeken, als ik maar hier niet mag komen, dan moet ik, zeggen ze, dan moet je naar het parket gaan. En u hebt aangifte gedaan tegen wat? Tegen wat? Dat ze van mij mishandeld hebben. Vernieling en mishandeling. Dus vernieling en mishandeling, mijn kleren, alles op de grond gegooid, geld meegenomen. En dan komen ze met die geld wat ik hun had geleend. Die heb ik niet doorgegeven bij de politie, weet je waarom? Omdat ik had geen bewijs. Dat ik hun geld heb. Dat is onzin dat ik zou doen. Maar die geld wat ik onder de whiskyfles had, hebben ze meegenomen. €2600 en 1760 of 1700 SRD. Ze hadden die goud van mij ook meegenomen. Dan
Toevallig was een ring op de tafel, een ring, een diamanten ring, was op de tafel. Zegt, oh, waar is mijn goud? Dan zijn ze in de auto gaan halen. Dan heb ik van die auto gebracht dat heel alle goud. Ik heb genoeg goud. Maar u had geen indicatie, meneer Sitaal. U zag het niet aan dat ze weg wilden van u? Nee. Had u niet gezegd dat ze weg wilden? Hij kan met hem vragen. Hij heeft gebeld toen ze weg was. Wat ze gezegd heeft. Ze sprak met hem. Wat heeft gezegd toen je belde? Dat ze niet meer familie? Nee. Ze heeft gevraagd. Ze heeft gezegd dat... Precies wat die meneer heeft gezegd om die Javaanse, hoe ze ging kennis maken. Daarover gaat het en over die zaterdag en zondag. Zondag wou ze gaan en zaterdag moest hij gaan halen. Dat alleen. Ze wilden wat gaan, vrijdag gaan toch? Vrijdag gaan en overnachten samen met die moeder en zaterdag zou hij hem gaan halen. Dat is de reden. Dat is de reden. Wat? Ze hebben gezegd. Ik heb van hier gebeld. Ja. Familie gaat voor haar. Dat is duidelijk. Dat familie gaat voor. Ik ben niemand. En de broer zegt, ja, je hebt genoten met die vrouw. Krijg niks terug. Weer een klap. En ik denk dat... Ja, ik heb opnieuw gehoord dat een jongen heeft bananen gekapt van iemand drie bossen bakoven, nog goedkoper. En die zit nog vast. Ja. En ze zijn in mijn huis, mijn poort opengebroken en binnen, niet open, gewoon open getild en binnen gegooid en in mijn huis. En toen dat gebeurde, was u alleen thuis? Nee, die vriendin was het ook. Ik bedoel, niemand, ja, buitenstanders waren er niet. Niemand. Dat was het voor, de bedachte plannen, wat ze gedaan hebben. En u heeft uw vriendin niet gezegd van waarmee zijn jullie bezig? Ja, ik ben haar gaan, ik heb vastgehouden, dan ik ging haar kussen. Wat is met jou, waarom ga je weg? Weer een klap, die broer. Meisjes mag je niet kussen meer. Is genoeg gehad. Ja, ik ben in de kamer gegaan en die moeder duwde mij, klapte mij ook. Geld. Wil je geld hebben? Geld. Ja, ze hebben wat gedaan. Alles wat ze kunnen pakken van mij, hebben ze gepakt. En ik ben niemand gaan vertellen. Ik heb mijn zus in Nederland. Dat heeft zij zelf, denk ik, wat gezegd. En mijn zus heeft mij gevraagd. Toen heeft ze haar gebeld en geschreven. Ik heb nog een... kijk diep in je hart... Wat je loopt te vertellen, dat je mijn broer Lo een slecht iemand was. En sinds die heeft hij geblokkeerd. Maar na het gebeuren, heeft u zelf contact gehad met uw ex-vriendin? Volgende dag heeft hij mij geprobeerd te appen, maar daarna, ik was online en heeft ze gebeld. En ik heb gevraagd alleen waar mijn geld is, mijn telefoon is. Ik heb een nieuwe telefoon gekocht in Nederland, een SJ7. Toevallig was die onder de kleren die, ik heb hem gevonden, maar ik heb niet eens die doos opengemaakt. Gaan kijken of een echte erin zit of nee. Wilt u haar terug? Ik denk niet meer. Nee, ik denk niet meer. Zo gaat ze laten mij... laten vermoorden. Eigenlijk hadden ze mij, ja, die meneer, en ik wil duidelijk zeggen, hij laat één hand niet van de, dan mijn houwer was op die doos en een zaag. Ik zeg, ik pak die houwer straks en kap, ik gebeurt niks met mij. Blijf je zo, je blijft bij, je gaat niet verder dan die houwer. U, meneer Sitaal, u hebt dus het gevoel dat ze alleen met u was, ja, om het geld, ja, en om naar Nederland te gaan. Ja, dat heeft de moeder duidelijk gezegd. Dus geen liefde? Nee, liefde. Het is niet dat ze lief doet, maar niemand kan haar begrijpen. Zo erg was ze. Ze kunnen ook niet begrijpen wat ze nu vertellen en toen, wat ze toen was. En ze lopen vrij rond? Ze lopen gewoon vrij rond. Allemaal? En die politie zei, je komt niet meer hier. Als ze iets vragen, ga je naar parket.
Wat is het gebeurd met parket? En zo, en ik ga zeggen, ja, ik, die mevrouw nam een naam, Jodhia, of Jodhia, zo. Ja, bellen, Jodhia bellen. En die regelt hun zaken, denk ik. Wat zou je aan andere mensen willen adviseren? Want u bent buitenlander en iemand die misschien ook in, hier naar Suriname komt en een relatie aangaat. Gewoon voorzichtig zijn. Ze willen alleen maar geld. Geld. Alleen maar geld. Verder moet je ze echt... Je kunt die mensen niet begrijpen. Die vrouwen kun je niet allemaal zijn ze x. Ja, dat neem ik, die woord neem ik terug. Maar er zijn genoeg gewoon als oppassen. Gewoon oppassen. Dan kijken ze, dan zien ze niet hoe oud je bent, hoe jong je bent. Dan kijken ze dat niet. En daarna begint die feest. Maar het is ook niet niets dat je alleen blijft. Dat je ook niet alleen blijft. In huis, zo'n huis, alleen blijven. Ik ben komen hier rusten. En ja, iedereen dacht iets weten dat ik niet drink niet, ik rook niet, ik eet geen vlees. En nou, ik leef rustig. Ik heb een huis laten bouwen. En die meneer heeft daar laten bouwen. Heeft gebouwd voor mij. En hij heeft nooit... Javan mag ook vragen met hem. Ooit heeft gemerkt dat ik een racist ben. Maar de politie vindt dat u een racist bent. Ze heeft gezegd ook. Omdat het lijkt me dat een familiefeest is. Dan duidelijk hoe ze praten met mij inlokken. Dat is een familiefeest wat ze doen met mij. Ik wist dat, dat als je parket gaat, dan moet ik toch ook opgeroepen worden. Ik weet niks van dat ze bevrijd zijn en ze lopen rond thuis. Ik moet nu zeggen, ik moet niet meer hier komen. Ik moet daar gaan, naar het parket. Maar ben je klaar met deze zaak? Ik ben niet klaar. Daarom heb ik u gebeld. Wat kan ik doen? Dat is mijn reden. Niet alleen op televisie komen en vertellen. Ik wil verder stap nemen wat die politie doen. Iemand die in mij, al is mijn eigen broer, als hij komt op mijn erf en mij mishandelt, is strafbaar. Is een beroving wat ze gedaan hebben. Die voorgedachte plannen, dat is dat ze alles netjes meeneemt. Dat was alles ingepakt, maar ik ga toch niet in de kasten zo kijken elke dag. Waarmee ze, want toen ze van bad komt en dan blijft in uren in de kamer, wat ze doet. Dat ga ik niet kijken. Ik had niet in mijn hart dat ze zoiets zou uithalen.